Hoi, ik ben Ilona en in deze video wilde ik nog naar een aantal landen gaan kijken. Ik heb natuurlijk suggesties gekregen van mensen die wilden graag dat ik naar de energie van een bepaald land ging kijken. Van hoe zit dat nu eigenlijk? En als eerste wil ik met Polen beginnen. Iemand vroeg zich af van nou, in Polen zijn ze eigenlijk ook helemaal klaar met meneer Z van de Oekraïne. En je hoort ook nu steeds meer dingen naar buiten komen over Polen. Dus ik wilde gewoon even kijken, wat is de energie van Polen op dit moment? Even kijken. We hebben de 8 van zwaarden. De centrale kaart is de koning van zwaarden. In het verleden hebben we de 9 van staven. We hebben zwaarden 10. Onder de centrale kaart, we hebben de maan. En we hebben de aas van pentakels. Dus in de toekomst zal er een nieuw begin gemaakt worden in Polen. Maar nu voelt het nog aan alsof Polen nog vastzit aan bepaalde dingen. Dus waarschijnlijk zijn er nog wat duistere invloeden die zich kenbaar maken en die dus aan het manipuleren zijn. Maar ik voel ook dat er een krachtige man bezig is om dingen op orde te brengen. En ook bepaalde dingen, zeg maar, echt door te snijden. De koorden door te snijden naar die duisteren die nu nog steeds invloed hebben. Dus er is wel een gevoel van machteloosheid in Polen. Maar er is iemand bezig. Dus deze kaart kan je eigenlijk zien als het duister dat nog probeert te manipuleren en mensen in een lagere trilling probeert te houden. Maar er is ook iemand bezig om koorden door te snijden, om bepaalde mensen en situaties te laten gaan. En vaak op een radicale manier. Dus dat is echt iemand die even schoon schip maakt. Dus ik denk dat er heel wat gaande is in Polen als ik het zo zie. In ieder geval als ik het zo voel. Er is helaas ook nog heel veel oude pijn in Polen, wat ook verwerkt mag worden. Er is natuurlijk in de geschiedenis best wel heel veel gebeurd, ook op Pools gebied en met Polen zelf. Dus er zal nog verwarring zijn de komende tijd. Verwarring van wat is daar nu echt gaande, welke kant gaan ze nu echt op. Maar voor mijn gevoel zijn daar ook, ik denk dat degene die hiervoor staat, deze krachtige. Het kan een mannelijke type zijn of misschien een vrouw met heel veel mannelijke energie. Dat weet ik niet, maar het voelt aan als een man. Die is echt bezig om schoon schip te maken. Die heeft er helemaal genoeg van. Helemaal genoeg met al die dat gedoe en al die lage trillingen. Maar het zal nog niet gelijk te zien zijn. Maar er komt wel een heel nieuw begin aan. Mooi, dat is de aas van Pentakels. Echt een concreet nieuw begin. Dus dat zal dan ook heel zichtbaar zijn. Maar er is nu dus nog de komende tijd zal er veel verwarring zijn van hoe zit dat nu echt? Waar staat Polen nu echt? Maar in Polen zijn ze bezig met schoonmaken. Dus het zou mij niet verbazen dat er ook bij de NAVO, wat daar dan nog misschien nog mag zitten, dat ook opgeruimd wordt. Er zit iemand achter die daar echt even flink aan het huishouden is. Echt aan het opruimen van. Je heeft er eigenlijk zo'n gevoel van genoeg is genoeg. We willen dit niet meer. Het is klaar. We willen hier niets meer mee te maken hebben. Dus dat is mijn gevoel. Maar er is in Polen zelf zullen wel heel veel mensen zich ook nog machteloos voelen. Van ja, wat is er nu eigenlijk echt aan de hand? Er zal verwarring zijn, maar het zal steeds duidelijker worden. Want er worden besluiten gemaakt. Dus ook in Polen zijn ze bezig met een verandering. Een andere manier van kijken. En ik denk ook dat ze er anders in gaan staan. En uiteindelijk komt er echt een concreet nieuw begin in Polen. Gewoon iets helemaal anders. Dus ik denk dat dat eigenlijk wel heel positief is. Maar het kan nu nog de komende tijd verwarrend zijn. Maar op de achtergrond is iemand echt bezig. Dat is mijn gevoel. Er is iemand die heeft het helemaal gehad met al die duistere invloeden. En die denkt van nou, jullie bekijken het maar mooi. Dus ik denk dat ze steeds verder van NAVO gaan afstappen. Dat er steeds meer kritiek komt. Volgens mij had iemand laatst ook vanuit Polen, of het een Poolse generaal was, dat weet ik niet meer. Maar iemand vanuit het leger gezegd van ja, er is gewoon bijna geen munitie meer voor Oekraïne. Waarmee ze eigenlijk al een draai aan het maken zijn. Want normaal gesproken ga je dit niet naar buiten brengen. Dus er is al een draaiing bezig. Er zitten dus nog steeds duistere energieën die proberen dat de Poolse bevolking in een bepaalde trilling te houden. Die proberen het land nog in een bepaalde trilling te houden. Maar dat gaat eindigen. Dat gaat veranderen. Dus dat is de energie die ik krijg bij Polen. Het tweede land waar ik naar wil kijken is Spanje. Hoe zit het in Spanje? Wat is de energie nu? Kijken.
Spanje. We hebben de 3 van pentakels. We hebben het oordeel als centrale kaart. We hebben de wereld in het verleden. We hebben pentakels 5 onder het oordeel. We hebben zwaarde 4 voor de nabije toekomst, iets voor de toekomst. En nog een 4, bekers 4. Dus als ik zo kijk, zal het de komende tijd voor Spanje nog pittig zijn. Er zal steeds meer onvrede komen. Dit is eigenlijk al een kaart van dat mensen helemaal niet tevreden zijn met wat hun wordt aangeboden. Dus ik denk dat er misschien mensen de straat op gaan, dat er steeds meer onvrede naar buiten zichtbaar wordt. Het staat ook een beetje stil, lijkt wel. Maar ik denk dat het de komende tijd dat er heel veel onvrede gewoon onder de oppervlakte, dat dat ook in één keer naar buiten gaat komen. Maar dat het eerst nog lijkt van, nou, er gebeurt niet zoveel. Maar dan in één keer barst het, zeg maar, los. Er is ook echt een soort energie bezig van wakker worden. Mensen worden ook steeds meer wakker. Dat oordeel is vaak mijn kaart voor mensen wakker maken. Dus ik denk dat daar ook een heleboel dingen gebeuren. Misschien ook qua wetten of wat er naar buiten komt vanuit de overheid. Juist om mensen in deze fase te krijgen van, ja, maar dit accepteren we niet meer. Dit is genoeg. Daarnaast, de prijzen zullen ook de pan uitstijgen. Financieel zal het gewoon bijna niet meer haalbaar zijn voor een heleboel mensen. Er zal daar echt wel heel veel, ja, mensen voelen zich in de kou. Dus daar is wat gaande. En daar wordt ook gewerkt op de achtergrond om dingen, om mensen juist wakker te maken. Dus vanuit de witte hoede wordt dat ook gebruikt om dingen in gang te zetten. Dat heb ik ook in een video nog over, volgens mij van aankomende week, heb ik ook uitgelegd. Het wordt natuurlijk vanuit gegaan van, ja, maar waarom treden de witte hoeden dan niet in één keer op? Waarom halen ze niet al die poppetjes weg en dan huppakee, gooien ze alles naar buiten? Daar gaat het hier niet om. Het gaat om het wakker maken van mensen, ook hier in Spanje, wat zo belangrijk is. En dat ga je niet doen door ze alles maar in hapklare brokken zo er doorheen te geven. Nou, dit en dit is er gebeurd. Want dan verandert eigenlijk de mensen niet van binnen. En dat is het hele grote probleem. Er is heel veel programmering geweest vanuit het duister, waardoor mensen juist in deze trilling blijven hangen. En als ze daarin niets gaan veranderen, blijven ze een wereld creëren gebaseerd op die trillingen. En dat wil je gewoon niet. Daarom is dat wakker worden zo belangrijk. Maar in Spanje zijn ze er op de achtergrond mee bezig. Het kan nog even lijken alsof er niet zoveel gebeurt. Maar de onvrede staat echt op barsten, zeg maar. Er is heel veel gaande. Mensen zijn echt eigenlijk, voelen zich in de kou staan. Niet tevreden met wat hun wordt aangeboden. Financieel is het niet meer haalbaar voor een heleboel mensen. Wat vaak wel, hoe zeg je dat, mensen weer in beweging brengt. Er kan misschien nog iets met gezondheid naar buiten komen vanuit Spanje. Dat weet ik niet helemaal, maar daar staat deze kaart vaak ook nog wel voor. Maar het is ook een kaart van stilstand, waardoor het lijkt alsof er niet veel gebeurt. Maar er gebeurt heel veel. En in één keer kan het dus naar buiten knallen bij Spanje. En in één keer kan dat in één, hoe noem je dat? Dan zijn de mensen er helemaal klaar mee. Dus dat is eigenlijk wat er ook in de toekomst gaat gebeuren bij Spanje. Maar momenteel is het echt mensen zoveel mogelijk wakker maken. Of in ieder geval de mogelijkheid geven om wakker te maken. Want uiteindelijk is het aan ieder van ons of we daarin meegaan of niet. Of we wakker willen worden of niet. Dat is de vrije wilzone. Daar zitten we natuurlijk in. Maar er gebeurt daar heel veel in Spanje. Heel bijzonder. Ik denk dat dat sowieso wereldwijd is. Dat er heel veel dingen nu gaan aan het gebeuren zijn. En als laatste wil ik naar Australië kijken. Australië. De energie van Australië. Ik zie nu ook dat er meer naar buiten komt wat er de afgelopen 3 jaar gebeurd is. Daar ook. Het is daar heel strikt geweest en heel streng. Dus er komt gelukkig steeds meer weerstand dat mensen er tegen ingaan. In Australië wil ik dus even kijken wat de energie nu van Australië is. Australië. Eens even kijken. We hebben de koning van pentakels. We hebben beker 6 als centrale kaart. We hebben de gerechtigheid in het verleden. We hebben de page van zwaarden onder beker 6. We hebben de maan in de toekomst en pentakels 10. Dus er komt uiteindelijk een nieuwe balans. Een nieuwe balans. Maar opnieuw, hier is verwarring.
wat er naar buiten komt, duister, witte hoeden, wat is er aan de hand? Er is nog steeds heel veel verwarring. Maar de nadruk ligt volgens mij ook de komende tijd op de kinderen. Dus ook in Australië zullen er waarschijnlijk dingen naar buiten gaan komen over de kinderen. Informatie, waarheid, misschien ook met betrekking tot de steken en kinderen. Dat kan ook heel goed. Want ik denk dat er nu steeds meer naar buiten gaat komen over wat er nu gebeurd is met die steken. Want dat is daar natuurlijk helemaal doorheen geduwd in Australië. Dus ik denk dat daar steeds meer naar buiten gaat komen. En ook zit daar weer iemand achter. Of in ieder geval, het is een plan dat nu uitgerold wordt om te laten zien aan de mensen wat er allemaal gebeurd is. Dus ik denk ook in Australië, maar ik denk dat dat wereldwijd gewoon gaande is. We zitten nu in het proces dat dingen naar buiten komen. De nadruk zal liggen volgens mij in Australië op de kinderen. Dus dat kan heel goed ook met de steken te maken hebben, maar ook met wat er allemaal gebeurt met kinderen. Dat zal ook steeds meer naar buiten komen. We zien dat ook al in andere landen, ook al in Verenigde Staten, over dat meneer Bees zijn administratie een van de grootste kinderhandelaren is. Ik heb het al aangegeven, in Nederland is daar natuurlijk ook sprake van en wereldwijd, vooral met die jeugdzorg. Hè, en dan jeugdzorg in andere landen, of in ieder geval ze zullen het natuurlijk anders heten, maar het komt daarop op neer. Ze noemen het dan jeugdzorg, ze noemen dan dat ze voor kinderen zorgen. Maar ondertussen is er iets heel anders aan de hand. Dus ik denk ook al dat er wat op de achtergrond gebeurd is in Australië met gerechtigheid. Dus ik denk ook dat er wat mensen al verwijderd zijn. Maar dat het nu meer en meer naar buiten gaat komen. Nadruk is op kinderen, waarschijnlijk ook in combinatie met de steken. Maar sowieso komt daar steeds meer over naar buiten. Meer en meer waarheid, zodat mensen dat binnenkrijgen. Ook wat er de afgelopen 3 jaar daar gebeurd is. En hoe ingrijpend en gruwelijk dat is geweest. Er zal nog wat verwarring zijn van ja, wat is er nu echt gaande? Wie zitten er nu echt achter? Maar er komt een nieuwe balans. Er komt een nieuwe balans in Australië uiteindelijk. Stabiliteit en balans. Daar staat deze kaart voor. Dus er zal daar ook nog verandering in plaatsvinden. Maar dit hoort bij het plan. En ik denk dat we nu echt in die fase zitten. Mensen zoveel mogelijk de kans geven om wakker te worden in allerlei landen. Dingen komen er nu naar buiten. Het valt ook niet meer te stoppen. Het is nu eenmaal in gang gezet. En dat is het allerbelangrijkste. Zodat mensen die keuze kunnen maken of ze wakker willen worden of niet. Of ze ermee in mee willen gaan of niet. Of dat ze naar ze binnen willen keren en met hunzelf aan de slag willen gaan of niet. Dat is natuurlijk aan ieder van ons. Dat is iets wat we niet afgedwongen kan worden. En dat is ook logisch, want we zitten in een vrije wilzone. Dus dat zou heel raar zijn, want dan zou je eigenlijk tegen de vrije wil van mensen ingaan. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar dat heeft het duister eeuwenlang gedaan. Dat klopt. En dan daarom wordt het nu ook recht getrokken, want dat was uiteindelijk niet de bedoeling. En je ziet ook dat dat ze dat ook op allerlei manieren gedaan hebben om te manipuleren, om dan toch die toestemming te krijgen. Want hoe dan ook, zij hebben ergens een toestemming nodig. En hoe ze dat dan doen, via die rituelen of via allerlei achterbakse manieren. Mensen worden nu wakker, dus ze gaan hun toestemming niet meer geven. En dat is het allerbelangrijkste wat we nu kunnen doen in onze energie. Gewoon geen toestemming meer geven aan dingen buiten onszelf, aan organisaties buiten onszelf, bij onszelf blijven en zelf besluiten maken wat wij willen in ons leven en wat wij willen met onze energie. Dus hier wilde ik het graag bij laten en hopelijk tot de volgende video. Dag!